heel veel mensen blijft dat ieder jaar toch weer een probleem. Welke kerstboom ga ik nemen? Wat voor soort wordt het? Wordt het een echte of wordt het een kunstkerstboom? Tegenwoordig zie je dat met kunstkerstbomen dat er zoveel keuze is, dat je af en toe niet eens kan zien of je nou kunst is of echt. Ja, je kan al heel goed beginnen met een basis bij een kerstboom, zoals voor deze. Dan zie je dat de naalden wat langer zijn en die naalden zijn ook wat zachter. Het is een wat goedkopere boom. En als je hem een paar keer hebt gebruikt, dan zie je op een gegeven moment dat die naalden zich ook wat meer gaan verkreukelen. Worden minder mooi. Dit is een stap erboven. Dat is deze. Die naalden zijn wat korter. De naalden zijn ook wat harder en daardoor wat makkelijker te gebruiken. En het voordeel van deze boom is dat je hem heel makkelijk in elke vorm kan uitvouwen. En daarmee dus ook heel mooi verschillende bomen ieder jaar kan maken. Of als je echt voor bijna niet van de echte onderscheiden wil, dan is dit de ideale. Je hebt een combinatie van die zachtere naalden met hele harde naalden. En die harde naalden lopen ook nog een keer heel spits toe, waardoor die bijna echt zijn. Nou, je ziet al bij kunstkerstbomen, dat is heel veel keus. Maar ik wil eigenlijk laten zien wat je met deze boom zoal kan doen. Nou, in de winkel heb ik deze boom uitgekozen. Dat was die Matterhorn. Die vind ik zelf de mooiste boom, maar daar kan ik het mooiste effect mee geven. En ik denk voor de meeste mensen ook heel herkenbaar. Als je nou zo'n doos hebt gekocht en je wil hem openmaken, zijn er heel veel mensen geneigd om hem aan de bovenkant open te maken. Wat natuurlijk eigenlijk heel logisch is. Maar net in de winkel gaven ze me een hele handige tip. Als je hem nou omdraait en je maakt de onderkant open, dan liggen alle takken in de juiste volgorde. Bovenop ligt nu ook de voet en ook de basis van de boom. Dus het is ideaal om deze manier de boom op te zetten. Je ziet, ik kan nog heel makkelijk dadelijk de stam erin steken. Maar dat is dadelijk wat makkelijker. Dan eens even kijken. Dan is dit de bovenkant. Wat in dat deze zo in elkaar gestoken kunnen worden. En wat ik dan vaak zie is dat mensen of de hele boom eerst volhangen met deze takken en daarna gaan uitvouwen. Of wat ze doen is dat ze heel snel eigenlijk op deze manier de tak alle kanten op gaan vouwen. En wat je dan ziet gebeuren is dat je een hele mooie volle tak krijgt. Althans, dat denk je. Ik zal hem heel even hier erin steken. Op deze plek. Dan denken we van als we daar tegenin kijken, dan krijg je één hele mooie volle boom. Maar uiteindelijk krijg je dan ook een rommelige boom die er niet zo natuurlijk uitziet. Wat veel makkelijker is, is dat ik hem op werkhoogte zo in de stam steek. Dan pak ik de achterste drie takjes. En dan maak ik eigenlijk, in dit geval zijn het er zelfs vijf, maak ik er een kransje van op deze manier. Als je dit doet, en ik zal hem even zo draaien, dan zie je als je dus in de boom kijkt dat je altijd deze groene takjes ziet. Dat voorkomt dat ik die grote steel zie. Als ik hem dan ga uitvouwen, dan pak ik de eerste takjes, die vouw ik wijd uit. En de bovenste, die laat ik zitten. Dus dat doe ik in dit geval ook weer. En uiteindelijk wat ik ga doen, is ik ga een soort van visgraat maken. Bovenop blijven die takjes zitten. En aan de zijkanten trek ik telkens de takjes uit. Zodat je min of meer dadelijk een visgraat gaat krijgen. En wat je nu hebt gedaan, is eigenlijk op deze manier de tak uitgevouwen. En aan de achterkant is hij heel erg vlak. Deze gaat er dadelijk heel echt uitzien en blijft ook heel rustig. Waardoor ook de decoratie heel mooi tot zijn recht komt. Deze ziet er dadelijk echt veel rommeliger uit. Het is ook veel moeilijker om de decoratie diep in de boom te verwerken. Dus uiteindelijk is dit de tip om dadelijk je boom uit te vouwen. Dus het enige wat ik nu nog hoef te doen, is het uitvouwen van de takken en de boom volgen maken. Ik ben ondertussen al halverwege zo'n beetje. En vaak krijg ik van mensen nog wel eens te horen van, Rome, is het niet veel werk, maar al die losse takken waar je mee werkt. Nou, persoonlijk vind ik dit veel makkelijker. Ik vind het ook veel sneller werken, want ik kan nu gewoon de tak pakken die ik nodig heb. Op de juiste werkhoogte kan ik hem uitvouwen zoals ik zelf wil. Het gaat stiekem ook eigenlijk veel sneller dan je denkt. Dus persoonlijk heeft dit mijn voorkeur. Wat je nu ziet is eigenlijk al het effect wat we willen laten zien. Heel mooi die verschillende laagjes erin. Dadelijk heel makkelijk hier om die ballen ertussen te hangen. Uiteindelijk krijg je op deze manier een kunstkerstboom die eruit ziet alsof hij echt is. De basis van de boom heb ik nu eigenlijk helemaal af. Alle takjes zitten op de juiste plek. En nu rest alleen nog eventjes de top. En ook hier wat ik dan zie is dat vaak mensen aan alle kanten dit gaan uitvouwen. Maar zorg nou ook hier dat je heel mooi in die gelaagdheid gaat werken. Ook hier zal je dadelijk zien, ik zal het heel even een beetje uitvouwen. Dat ook hier in zo'n top heel mooi die gelaagdheid zit. Dit is één rand. Dan zie je hier een stukje draad zitten, dus een vingerdikte. En dan krijg je daarboven weer de nieuwe laag die daarboven komt. Dus als we dat gaan uitvouwen, we blijven mooi in deze laagjes werken op deze manier. Dadelijk boven die top krijg je heel mooi wat we hier al zien, die gelaagdheid
die doorgaat boven in de top. Nu heb ik hem zo uitgevouwen zoals ik net zei. Maar nu heb je nog wel dat je precies overal tussen kan kijken. En als ik naar een boom ga kijken, de puntjes die groeien altijd naar het licht. Dus het trucje om ook die stam het midden een beetje weg te werken, is door heel lichtjes zo de puntjes iets naar boven te gaan krullen. Dit is één manier om die kerstboom uit te vouwen. Maar kijk, zoals we nu de boom hebben uitgevouwen, is natuurlijk de perfecte manier. Zoals we het eigenlijk ook traditioneel zouden moeten doen. Maar ik hou ervan om af en toe ook een persoonlijke touch aan een boom te geven. Wat we nu hebben gedaan is hem uitvouwen. Eigenlijk dat hij aan de onderkant heel vlak is, waardoor je die gelaagdheid hebt. Die blijf ik ook zo behouden. Het verschil wat we nu gaan doen is, ik ga deze ook allemaal wat platter uitvouwen. En ik ga eigenlijk wat meer, als ik een handje maak waar die sneeuw op ligt, want hij is zwaar geworden, eigenlijk iets meer dit gevoel doen. Dus dat we echt per tak de puntjes iets meer nog omhoog, die gelaagdheid erin gaan krijgen. Nou, hoe verder je naar beneden gaat, hoe dieper die boom is. Dus dan ga ik niet alle takjes plat leggen. Vanaf de 1, 2, 3 takjes die omhoog stonden, die vouw ik nu ook plat uit op deze manier. En maak daar de handjes van. Zodat je nog steeds, als je er zo tegenaan kijkt, nog steeds wel die gelaagdheid hebt van die boom, wat die origineel was. En dat je ook in het midden de stam niet ziet, maar wel heel mooi die handjes krijgt. En je ziet het nu al gebeuren, hè? Al die verschillende laagjes. Ook hier boven de top heb ik ook weer die laagjes teruggebracht. En je ziet nou heel mooi die handjes. Zoals deze, met handjes. Of zoals ze zijn begonnen, op deze manier. Heel mooi gelaagd, zoals je in de natuur ook voorkomt.